8 afgestudeerden van verschillende masteropleidingen van de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, hebben gisteren hun diploma's in ontvangst genomen. De universiteit is er trots op dat ze weer kader aan de Surinaamse samenleving heeft geleverd. Sandra Kleenem van de masteropleiding Geschiedenis heeft voor haar afstuderen een inleiding gehouden over Creative Industries op de internationale conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labor die op het IGSR heeft plaatsgevonden. Onderdirecteur onderwijs van IGSR, Denise Kort, zegt dat Kleenem daarbij de maatschappelijk toegevoegde waarde van de studie Geschiedenis voor Suriname heeft aangetoond. Het is evident dat we dat de maatschappelijke en economische crisis waarin Suriname verkeert, dat zij natuurlijk een bijdrage aan kan leveren aan de oplossingen daarvan. En ik spreek de verwachting uit dat het beleid tegen money laundering geen Sisyphus arbeid wordt. Ik hoop dat niet. Ik zie mensen al lachen, maar ik hoop het echt. Dat geldt eveneens voor de enige heer die vanavond afstudeert van de masteropleiding Macroeconomic Analysis and Policy. Als de decentralisatie goed wordt doorgevoerd, zal het zeker een bijdrage leveren aan de oplossing van de crisis, doordat mensen voor hun eigen regio mee kunnen beslissen over onder andere de werkgelegenheid. Onderdirecteur onderzoek van IGSR, Andrea Jubitana Fernand, zegt dat het ontvangen van het diploma even belangrijk is als een geboorte of een huwelijk. Het is een nieuwe fase in het leven van de afgestudeerden en ze zullen moeten tonen dat ze kennis hebben opgedaan en die in de praktijk kunnen toepassen. Op een eenvoudige manier kunt u wat u geleerd heeft ook aan een kind vertellen, aan een oud persoon. En ik zou zeggen, heel veel succes verder. Als OD-onderzoek, dan raak je geconfronteerd met onderzoekingen die gedaan worden. En de onderzoekingen die gedaan worden, die moeten ten gunste staan van de samenleving. Ten slotte wenste Jubitana Fernand de 8 afgestudeerden veel succes toe.